En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. S'nachts zal het bewolkt zijn en kunnen we zowel in het kustgebied als in het binnenland lichte tot matige buien verwachten. Sommige delen van het land gaan mogelijk gepaard met onweer en windstoten. Tegen het eind van de nacht kan er voornamelijk in bosrijke gebieden plaatselijk nevel of mist ontstaan. Gedurende de dag is het bewolkt en zullen er plaatselijk zowel aan de kust als in het binnenland lichte tot matige buien optreden die gepaard gaan met onweer en mogelijke windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen kans is op matige onweersbuien. En dit waren de binnenlandse berichten in het journaal.